De Roeve zorgt al meer dan 25 jaar voor industriële automatisatie bij tal van bedrijven in diverse bedrijfstakken. Ivago is een van onze lange termijn klanten. Ivago is de intergemeentelijke vereniging voor afvalbeheer in Gent en omstreken. Ze beschikt over een hoogtechnologische afvalenergiecentrale waar ze jaarlijks 100.000 ton brandbaar huishoudelijk afval verwerkt. Ivago voorziet zo niet alleen in haar eigen energiebehoeften, maar ook in die van anderen. Via een ondergrondse stoomleiding wordt zo bijvoorbeeld het Universitair Ziekenhuis van Gent verwarmd. We zijn hier in de controlekamer van Ivago. Dit is in de controlekamer van de afvalenergiecentrale. In deze installatie wordt huishoudelijk afval verbrand en wordt de warmte die bij het verbrandingsproces vrijkomt maximaal gerecupereerd. Dat wil zeggen dat wij gebruik maken van stoomketels waar dus de warmte uit de rookgassen gehaald wordt en waar er stoom in geproduceerd wordt. Deze stoom die gaan we dan naar een turbine sturen om daarvan elektriciteit te maken. En we gebruiken de stoom ook om warmte te gaan exporteren in verschillende warmtenetten. Naast de ontwikkeling van warmtenetten heeft Ivago ook haar rolbrug en steunbranders vernieuwd. Voor al deze projecten kon een upgrade van het sturingssysteem niet uitblijven. De Roeve speelde een grote rol in het vernieuwingsproces. Ivago kan op ons rekenen voor de automatisatie en de besturing van de installatie. We schreven de volledige SCADA-applicatie. Een duidelijk overzicht met alle nodige informatie is hier een must, zodat operatoren snel en adequaat de juiste beslissing kunnen uitvoeren. Het rendement van een verbrandingsproces zo optimaal mogelijk houden is geen eenvoudige opgave. De twee schermen die je hier nu ziet, die twee visualisaties, is van het stoomleveringsproject aan Eastman. Dus hier zie je dan eigenlijk de installatie opgevisualiseerd die wij hier staan hebben. Enerzijds de voedingswatertank waar het condensaat in terugkomt van onze buur. Met dan de pompen die dan het condensaat terug naar onze reboiler sturen die je hieronder ziet. Maar wij kiezen eigenlijk ook bewust voor de Roeve, aangezien zij al sinds jaar en dag ons SCADA-systeem hebben opgebouwd. We hadden een laatste heel grote project in 2005, 2006, toen we onze volledige energierecuperatie hier gebouwd hebben. Ook daarbij was de Roeve betrokken en hebben zij ons eigenlijk het overgrote deel van ons SCADA-systeem opgebouwd. Nu, voor ons is het eigenlijk ook logisch dat als wij verdere kleinere projecten hebben, wij verder kunnen bouwen in het bestaande systeem en wij daarvoor ook kunnen gebruik maken van een partner die dit uiteraard weet hoe het in elkaar zit en onder de knie heeft. Maar na oplevering stopt het niet. De Roeve kiest bewust voor lange termijn relaties en daar hoort ook een goede dienstverlening bij. Ook na het beëindigen van een project. Als je het hebt over dienstverlening, is het voor mij belangrijk als er problemen zijn, dat er kan ingegrepen worden, dat er ook vrij snel kan ingegrepen worden. Eigenlijk is het voor ons maar een telefoontje of een mail sturen. En de Roeve zal dan wel vrij snel hier aanwezig zijn. We kunnen de Roeve wel aanraden, omdat zij enerzijds meedenken in het proces. Dus eigenlijk van in het begin van het project tot de eindfase, de realisatie, helpen zij mee om bepaalde items, bepaalde problemen op te lossen. Ze leveren langs de andere kant ook een goede dienstverlening. Het is niet zo als het project ophoudt dat we dan niet meer bij hen terecht kunnen. Dus zij zorgen er eigenlijk wel voor dat wij ook op langere termijn de ondersteuning blijven krijgen.